Hallo en welkom bij de Bokka School of Koffie. Ik ben Job en ik wil jullie laten zien hoe je een kannetje melk schaamt. Bij Bokka vinden we de consistentie en de temperatuur van de melk het allerbelangrijkst. Gebruik voor het beste resultaat schone kannetjes zonder oude melkresten. Gebruik zoveel melk als je nodig hebt. Zet de stoom kort aan om water en melkresten eruit te spoelen. Doe dit boven het lekblad om de bar schoon te houden. Houd het kannetje vast bij het handvat. Hou deze horizontaal en zorg dat de stoompijp in de buurt van je lekblad blijft. Plaats de stoompijp in de melk tot je net dit randje ziet. En hou hem tussen de rand en het midden. Hier. Zet de stoom vol aan en zak meteen met je kannetje naar beneden om een sissend en scheurend geluid te maken. Wanneer je kannetje lauw aanvoert, weeg je kannetje een klein beetje naar boven en zet je hem uit als je te heet is om vast te houden. Controleer of je melk tussen de 60 en de 65 graden zit. Was tot de melk glad en egaal is. Probeer niet op de bar te tikken, want het is erg vervelend voor gasten. Consistentie en temperatuur zijn erg belangrijk voor een romig mondgevoel en zodat je nooit je mond brandt en zo lang mogelijk van het drankje kan genieten. Bedankt voor het kijken. Maak jij nou thuis schuim en heb je een manier waardoor je het zelf altijd wel perfect hebt? Nou, laat het ons weten. Als je meer van dit soort trucs wilt, hou ze in de gaten.